Menno van Duin, lector crisisbeheersing. Hè? Ja, wat vond u van de persconferentie? Nou, ik denk dat het goed was dat hij er vandaag al was en niet morgen. Hè, door nog meer laten zien van er zit hier echt urgentie op. We moeten nu echt heel snel met elkaar maatregelen nemen. Vanmiddag ook overleggen weer met de burgemeesters geweest, met de Veiligheidsberaad. Die urgentie die moet je uitstralen. Dat straal je uit door hem een keertje, door hem zelfs te vervroegen. Door er met z'n tweeën een kort en krachtiger verhaal te houden. Het werd niet te lang dit keer. Soms werd het wel heel erg lang heel veel uitleggen. Gelukkig hoeft dat ook allemaal niet meer. Iedereen weet wel hoe de situatie is. En tegelijkertijd enerzijds maatregelen meedelen. Anderzijds ook wel aangeven de urgentie die er is. En de noodzaak dat we toch uiteindelijk met 17,5 miljoen mensen het met elkaar moeten doen. Ja. Nou, was het heel pakket aan maatregelen, bijna al richting een intelligente lockdown. Hè? Zijn dit voldoende maatregelen om zo'n crisis te bezweren? Het meest veilige antwoord is eigenlijk, ik hoop het. Hè. We weten het allemaal niet. Ik hoop dat we met deze maatregelen nog gaan redden, dat het weer wat naar beneden gaat in plaats van verder omhoog. Tegelijkertijd, volgens mij is er niemand die het echt zeker weet. Tenminste, ik denk dat een aantal mensen denkt, zonder meer, dit is veel te weinig. Waarom niet in één keer die intelligente lockdown? Tegelijkertijd moet je ook met elkaar bedenken, ja, je zit al gelijk aan het einde van hè, door, het is eigenlijk pas net begonnen, om het maar zo te zeggen. De tweede golf is net begonnen. Je zou dan al gelijk aan het eind van je maatregelen zitten. En dan zit iedereen alweer gelijk maanden binnen. Tenzij je een intelligente lockdown voor 3 weken zou doen. Ik vind dit op zich een intelligente keuze. En we moeten uiteindelijk zien of we het met elkaar gaan redden. En of die urgentie die iedereen moet voelen ook al voldoende gevoeld gaat worden. Of het in die steden wat naar beneden gedrukt kan worden. Maar tegelijkertijd, het is eigenlijk koffiedik kijken. Ja. Heeft dit zin om het op zo'n manier te doen? Hè? Met lector crisisbeheersing. Ja, je wil een crisis bezweren. Je wil dit virus onder de knie krijgen. Zorgen dat die verder uitbreidt. Heeft het dan op zo'n manier met allemaal ja, de ditjes en maatregelen hier en daar. Behalve dan het thuiswerken natuurlijk wat wel een forse maatregel is. Heeft dat dan wel voldoende indruk op al deze mensen? Ja, kijk, je zegt terecht, hè, door dit is crisis en crisismanagement en crisismaatregelen nemen. Maar tegelijkertijd gaat ook het gewone leven op een aantal punten door. En op het moment dat je eenzijdig alle aandacht richt op alleen maar dat coronavirus en daarmee ook vergeet dat er in die samenleving ook allerlei andere dingen gebeuren, dat het goed is dat mensen naar in de verpleeghuis naar hun ouders of naar hun ouders of een moeder of weet ik voor wie gaan, of naar een opa en oma. Dat er allerlei andere mensen, dat iedereen ook nog naar het ziekenhuis moet kunnen voor andere gevallen dan alleen of vanwege corona. Dat is ook wel, dat laat dit ook nog wel een beetje zien. Hè? Als je helemaal aan dat eind gaat zitten en alleen maar denkt, het gaat alleen maar over het beheersen van de outbreak, dan zou je bijna vergeten dat er ook andere dingen zijn die ook belangrijk zijn. En die als je die veronachtzaamt, je weer dezelfde problemen krijgt als de eerste keer. De eerste coronacrisis heeft natuurlijk wel enorme grote gevolgen gehad voor grote groepen in die samenleving. En niet alleen voor diegenen die ziek waren, maar ook wel heel veel anderen. Hè? De sociale ongelijkheid is op alle fronten eigenlijk toegenomen. Hè? De kansarmen hebben het wel het slechtst gehad deze eerste periode. Dus in die zin dat je niet in één keer daarheen gaat, is wel goed. Ik ben zeker blij dat ze ook nog niet maatregelen in het onderwijs gaan nemen. Want laten we in ieder geval proberen zolang mogelijk dat onderwijs in stand te houden. Ja, want eigenlijk na die eerste lockdown werden mensen al heel snel coronamoe. Hè? En het werd weer langzaam, heeft ook wel eens gezegd op deze zender, mensen zijn gewoon de maatregelen zat. Werkt dit dan wel als je dan deze maatregelen neemt? Moet je niet in één keer harde maatregelen nemen? Ja, kijk, dat is de vraag. Hè? Uiteindelijk moet het met elkaar doen. En, ja, in die zin, kijk, het is het makkelijkst om in één keer nu te zeggen, hupsakee, knallen maar, keiharde maatregelen en kijken of dat werkt. Ja, maar zijn mensen wel bereid om een advies, een mondkapje op te doen in de winkel? Nou, kijk, dat advies van het mondkapje in de winkel, dat kan wel redelijk dwingend worden als gewoon meneer Albert Heijn zegt en meneer Jumbo en meneer Lidl, om het maar zo te zeggen, in onze zaak bent u verplicht een mondkapje te dragen. Dan is het opeens verplicht. Hè? In zoverre kan je het redelijk snel vrijwillig doen, maar opleggen langs het feit dat die eigenaar uiteindelijk bepaalt wat er in zijn winkel gebeurt. Dus ik, daarin ben ik redelijk optimistisch dat je een aantal maatregelen best wel degelijk kan doen zonder dat je het helemaal via de regering oplegt. Maar in ieder geval wel een aantal op een aantal punten de ruimte geeft om die maatregelen te nemen. Is dat niet gewoon een slimme mondkapjesplicht?
Ja, misschien indirect, want hè, dat er kunnen ook, in sommige plekken hoeft het dan misschien nog niet. Hè, door, als je daar in je eentje in de zaak bent, dan denkt die eigenaar misschien, nou, ik vind dat helemaal geen probleem. Maar terecht, daar waar die eigenaar het wel een probleem vindt, kan hij dus ook daarin op dit moment weer gaan zeggen, nou oké, u komt hier nu niet in. Hè. In Frankrijk zat ik in de vakantie en daar stond bij iedere bakker stond zo ongeveer op de deur van, zonder mondkapje hoef je niet te rekenen op een brood. Hè. Zulke soort zinnetjes allemaal. En ja, dan weet je ook wel, ja, dan hoef ik het ook niet te doen, want dan kom ik er niet in. Nee. Maar is dat niet door het op deze manier te zeggen, gewoon een slimme manier van Rutte om die mondkapjesplicht toch af te dwingen in allerlei zaken? Ja, misschien wel. Maar dan is het, dan kan hij nog inderdaad slim genoeg zijn om te zeggen, ja, uiteindelijk vinden we blijkbaar met elkaar het nodig om het op zo'n manier te doen. En, nou, Nederlanders en, zijn er helemaal zo, die willen het beste beentje voorzetten. Dus meneer Jumbo en Albert Heijn die zeggen meteen, nou, dat morgen hoop ik, mondkapje. Dat hoop ik eigenlijk. Ik denk dat het wel. Kijk, aanvankelijk dachten we dat die mondkapjes niet geen functie hadden, inclusief het RIVM. Inmiddels is het natuurlijk redelijk wat onderzoek dat laat zien dat het toch wel enig effect zal sorteren. En dat ook de psychologie een rol speelt, dat mensen, omdat er mondkapjes zijn, toch zich constant bewuster blijven van het feit dat er iets bijzonders aan de hand is. Dus ik denk dat we er niet aan ontkomen, dat we langzamerhand weer iets meer de mondkapjes vanzelfsprekend gaan vinden. Zoals dat ook in het buitenland overal gebeurt.